Kort geleden mocht een nieuwe sportvereniging toetreden tot de Nijmeegse Studenten Sportraad. Het gaat om e-sportvereniging Dorans. Maar daar hebben we wel heel veel energie in gestoken. Veel gelobbyd bij andere besturen. Een constitutieborrel gehouden, iedereen uitgenodigd. Een aantal presentaties gehouden in de algemene ledenvergadering van de NSSR. Om te zorgen dat iedereen toch wist wat we waren en wat we deden. En niet het beeld had wat mensen vroeger of misschien nog steeds vaak hebben van gamers. En dat is thuis in de kelder zitten en geen daglicht zien. Terwijl wij juist als motto hebben om iedereen vanuit huis hier naartoe te trekken, naar onze activiteiten te trekken en te zorgen dat iedereen gezellig is met elkaar. Dorans is een e-sportvereniging, maar wat is een e-sportvereniging eigenlijk? Het houdt in dat we e-sports spelen in plaats van een fysieke sport zoals voetbal. Nou, dan zul je natuurlijk afvragen wat is e-sport? E-sport is het spelen van computerspellen op een competitief niveau. En dat werkt niet met alle computerspellen. Dan moet je wel een spel hebben dat ook op een competitieve manier gespeeld kan worden, zoals bijvoorbeeld League of Legends, wat mijn teamgenoten nu aan het spelen zijn. Dat is een spel waarbij je, zoals bijvoorbeeld bij voetbal, 5 tegen 5 zou staan en je moet de basis van de tegenstander vernietigen en zij moeten dat ook bij jou proberen te doen. Een jaar geleden zijn we mee begonnen. Toen waren we, met een maand waren we ineens bij 100 leden, dus dat was flinke groei. Dus we moesten alles in één keer klaar hebben staan en dat was best lastig. Maar dat was toen echt heel erg leuk. Toen kwam iedereen ineens trainen. Het was echt heel gezellig. En iedereen heeft het ook echt naar zijn zin, hebben we het gevoel. En we zijn inmiddels staan we op 200 man. Training was in het begin, hebben we daar heel lang over na moeten denken als bestuur. Want het is vrij lastig voor onze sport. Bij voetbal kun je bijvoorbeeld even een kwartier op doel trappen. En dan oefen je gewoon alleen het schoten op doel. En bij League of Legends kun je eigenlijk alleen maar een heel potje spelen. Heb je voor deze sport nog speciale vaardigheden nodig? Het vereist reactievermogen. Het vereist op een korte termijn besluiten maken. En je moet toch als team samen kunnen spelen. Dus het heeft wel een hoop eigenschappen die sporten ook hebben die overeenkomstig zijn. We zijn op het moment zijn we bezig met een bedrijf, 2Basics, om een nationale studentencompetitie op te zetten. Deze nationale studentencompetitie gaat 23 februari ook al van start. We zijn nu bezig met onze vereniging om 2 teams daarvoor op te stellen. Deze competitie zal in Hilversum plaatsvinden. Dus dat in een bioscoop daar. Dus het gebeurt allemaal live. Met interviewers, cameraploegen en dergelijke. Alles erop en eraan eigenlijk. En daarnaast hebben we binnen onze eigen vereniging ook nog een interne competitie. We hebben net 1 seizoen van gehad. Was leuk. Vonden het ook heel erg leuk omdat ze dan getriggerd werden om competitief bezig te zijn en toch weer beter te worden om de beste van de vereniging te kunnen zijn.